Dus dat is het veerke die eruit komt. Voilà. Ja. En ik denk voor deze maat van haak dat we de staart kunnen nemen tot aan het tweede zwartsteen. Dat dat ongeveer de maat is. Anders moet je kijken. Dan doen we de lengte van een haaksteen. En je neemt daarvoor een aantal vierkjes, zoiets. Een stuk of vijf. En die moet gerust op de schacht laten. Als je ziet op de haak, is dat ongeveer. Ja. Daar is een goede lengte. Kijk, dus daar is een haaksteen. Dus we gaan ongeveer dan. Het is hetzelfde, pinch en loop. En waarom pinch en loop? Omdat op die manier blijft die materiaal schoon van boven tot beneden. Ja. Ik zal ietsje te diep. Ziet onmiddellijk, dat straft onmiddellijk zijn eigen al. Kijk, zo. Meer moet dan niet zijn. En dan pas, ga maar afsnijden. Dank voor die. Dat is een rode gaan we met een draad naar voren. En daar gaan we terug. Ons ribbingsje nodig. Om af te werken straks. Ik heb op de lengte waarop we moest zijn. En de ribbing zo van achter vastlijn. Voilà. Zo, dit is het. Ja. Hetzelfde draadje. Ga je er nog? Ja, kan aan. Ja. Moet echt niet voor dat. Dan bestaat met prof 5. Hier. Dat is eigenlijk al genoeg. Dat is nu het gewoon. Kijk, ja, dan ja. Terug hier. Ja, ja, voilà. Ja. En dat is het. Dat is het. Ja, nee, nu is het gewoon de bentrap die zwart gemaakt is. Maar als je met zwart bent, moet je hem niet doen. Zilver. Eindig zilver, anders die. Als je met koperdraad gaat, het is ook wel heel makkelijk. Dus als je lijfje gemaakt hebt, dan kun je met je ribbing, met je zilverdraad, spiraalgewijs naar voren komen. En met deze vlieg, 2-3 wikkelingen, is meer dan niet. Niet overdrijven. En voor het zicht, die vis gaat dan waarschijnlijk niet aantrekken, maar voor het zicht houd je dan zo je spacering zo gelijkmatig mogelijk. En dan zie je dat dat ook metaaldraad is. Dat zou ook wel, dat is de beste manier. Het is juist een beetje gebeurd. Ja, ik dat, voilà. En hij dat niet? Perfect. Hij dat niet? Nu en dan niet. Dat is gewoon een patroontje. Ja. Simpel. Een half stikje. Dan heb ik het te wachten zijn. En vet en nu al een schoon lensje. Dan nemen we terug een zwarte hakkel.
wel een wat nek aan. Ook een beetje ongeveer dezelfde lengte van de vierkjes van de haaksteen. En opnieuw dezelfde werkwijze, de punt van uw hekel klemmen in uw hekelplein. Zo subtiel mogelijk. Wat laag je gedaan hebt, perfect. Een mooie toevoeging. Perfect. En dan in het. Dat scheelt David met veel, ja. Zijn we? Dat scheelt David met veel, met veel is. Kan je hem? Ja, dat is wel, maar ja, het is gewerkt, hé. Ja, prachtjes te zijn, dat is een professionele beeld. Ja, voilà. En dan dezelfde manier ook, terugplooien. Check. En dan weer eens doen. Heel subtiel. Terugplooien. Black panel is here.